Het is 5 augustus 2017 en ik sta hier op een Malieveld in Den Haag. En waarom? Nou, omdat er een soort foodtruck festival er is, Rolling XXL. En er zouden 44 trucks zijn. Eentje is niet gekomen omdat die omelet truck was. Ja, een omelet eieren nu deze tijd. Ik zou het inderdaad niet wagen. In ieder geval, wij gaan kijken wat hier te beleven is, wat er te eten is en wat er te doen is. Kortom, we gaan weer plezier maken. En kijk eens wat een mooie slogan. Een mooi moment om elkaar weer even in het echt te zien. Ik sta hier bij de munten en ik heb gezien, één muntje kost 2,50. Nou, pak een beetje voor een broodje, heb je moet je twee muntjes betalen. Dus uitgerekend is dat 5 euro voor een broodje. Nou, zijn mijn broodjes wel eigenlijk wel goedkoop? Nou, met Toos, hoe gaan de zaken? Ja, we mogen, mopperen doen we niet gaan natuurlijk. Nee. Maar we hadden gedacht dat hier meer zeikers zouden wezen in de Haag. Ja. We hebben wel een hoop kakkers gehad al vanochtend. Oh ja, dat is minder. Ja, iedereen komt even lekker kleien bij ons. Hè? Maar het is ook nationale kleidag natuurlijk. Sowieso, en ons toiletje is ook zo lekker schoon. Ja, dan ga je lekker makkelijk zitten natuurlijk. Hè? En dan was hij het misschien niet van plan, maar dan denk je nou... Ja. Ik drop hem er even bij dan, dat denkt dan, zeg maar. Ja, vanzelf soms. Ja, dat hebben wij wel gebeuren. Nou, dames, ik zou zeggen, succes nog vandaag. Ga goed komen. Oké, dankjewel. Nou, zoals je ziet, iedereen heeft het naar zijn zin. Zelfs de schoonmaakster van de wc's. Nou, ze zijn hier wel eerlijk bij de carnivore, want kijk, voor één muntje krijg je veel te weinig vlees. Dus eigenlijk moet je een ander broodje nemen voor 5 munten, want dan heb je veel vlees. Wel eerlijk. Het Foodtruck Festival Roland op het Malieveld 2017. In ieder geval, ik heb genoten, de mensen om ons heen ook. Er was genoeg eten in alle varianten en alle soorten culturen. En de zon schijnt ook lekker. Dus kortom, een heerlijke dag en een geslaagde dag 2017 op het Malieveld. Ik zou zeggen, mensen, tot de volgende aflevering. En deel en like deze aflevering. Hè. Ik zou zeggen, laat eens.